Hallo en welkom bij weer een video van Mrs. Brightside. Mijn naam is Danielle Benning en in deze video, gemaakt voor de Global Stampin' Video Hop, ga ik aan de slag met een techniek, de Emboss Resist techniek. Dat is ons thema van deze maand. En ook deze hele leuke Little Monkey Bundle. In het begin vond ik hem al super leuk toen de jaarcatalogus net uitkwam. En nou ben ik dan toch overstag gegaan en heb hem aangeschaft. En ik wil daar een kaartje mee maken voor deze video. Het is een videohop, dus klik op de link in de description box om naar de volgende video te hoppen. En ook daar een video te zien met Emboss Resist. Omdat dit een internationale videohop is, ga ik ook nog even de mensen welkom heten in het Engels. Hello and welcome to the Global Stampin' Video Hub. My name is Danielle Benning from the Netherlands. And this month our theme is Emboss Resist. And I am using the Little Monkey Bundle. This video will be in Dutch, but I will also add the measurements in inches in the subtitles or whatever you call them in English, and also the centimeters, of course, and I think it will be easy to follow. I hope you enjoy. When you're done watching, please click the link in the description box to hop on over to the next video. Thank you so much, and I will continue in Dutch now. Goed, we gaan dus aan de slag met de Little Monkey Bundle en we gaan aan de slag met ja, wat restjes Basic White om losse afbeeldingen op te stempelen. En dan hebben we een basiskaart van Basic White Thick Cardstock. En die is 10,5 keer 29 en dan gerild op de helft op 14,5. En ik doe altijd de rillijn nog even goed aanvouwen. Dan krijg je een mooi plat kaartje. Dan heb ik van Lemon Lime Twist een mat van 10 keer 14 centimeter. En ik heb een mat van 9,5 keer 13,5 centimeter. En dat is in Basic White. Goed, we gaan beginnen met het creëren van een achtergrondje. En dat gaan we doen door middel van die Emboss Resist techniek. En daarvoor heb je onder andere nodig Versamark inkt. Dat is een dikke inkt waar dan vervolgens het white embossing powder op blijft plakken. En dat verwarm je dan weer met een heat tool. En dan smelt het poeder van de embossing. En dan krijg je echt een witte afbeelding. En op het moment dat we daar dan met inkt overheen gaan, dan pakt de inkt wel op het karton, maar niet op hetgeen wat we embossed hebben. Ik gebruik ook mijn embossing buddy. En ik ga gewoon op deze mat een achtergrondje maken met verschillende emboste afbeeldingen. En deze embossing buddy die zorgt ervoor dat eventueel vettige vingerafdrukken of wat dan ook ja, droog worden. Want hier zit talkpoeder in. En dat maakt dan dat ja, het embossingpoeder niet overal aan vast blijft plakken. Maar alleen aan de afbeeldingjes waar ik gestempeld heb. En ik ga een heel klein banaantje stempelen. Ik pak nog wel even de stempelset erbij. Dit banaantje ga ik meerdere keren stempelen. Want ik ga uiteindelijk aan de slag met deze tekst. I'm bananas about you. En natuurlijk zo'n heel leuk klein aapje. En verschillende blaadjes enzovoort. Goed. We beginnen met het stempelen van de banaantjes. Nou, het moeilijke is dat je eigenlijk nu helemaal niet zo goed ziet waar al die afbeeldingen zijn. Dus wat je kan doen tussendoor. En ik heb mijn embossingpoeder in een losse container. Is dat je alvast eventjes. En dan krijg ik hem niet eens open. Dat je alvast eventjes met een lepeltje. Dat is mijn manier. Het poeder over het kaartje gaat doen. En dan zie je als het goed is. Dat ik vier banaantjes al gestempeld heb en dat geeft mij een idee waar ik er nog meer kan stempelen. Ik ga er hier nog eentje toevoegen en hier nog eentje. Daar en daar. En dan gaan we eens even kijken hoe het er nu uitziet. Dus ik gooi eigenlijk gewoon dat poeder over hetgeen wat ik gestempeld heb met die dikke, vettige Versamark inkt. En nou zie je al
8. En nou ga ik er eigenlijk nog eentje bij. Ik wil er nog eentje hier op de top. En eigenlijk ook nog wel eentje hier beneden. En dan doe ik er nog één hier. Zo. Doe ik de verse mark alvast even aan de kant. Pak ik weer mijn matje op. Voorzichtig dat ik niet met mijn vingers op de eventueel gestempelde afbeeldingen kom. En ik tik gewoon met mijn lepeltje tegen het cardstock. En dan zie je dat ik hier, tenminste ik hoop dat je dat kan zien, dat ik hier diverse banaantjes heb. We gaan het poeder even wegdoen. Altijd even wegstoppen voordat je gaat blazen met je heat tool. Want anders dan zit het poeder overal, behalve waar je het wil hebben. En het verwarmen van dat embossingpoeder, dat doe ik eventjes versneld. Zodat jullie niet geen last hebben van het lawaai van de heat tool. Ik haal eventjes eventuele losse stukjes embossingpoeder er nog weg. En dan pak ik mijn heat tool erbij en dan ben ik zo weer bij je terug. Zo, hier zijn we weer. Het is embossed. Ik denk dat je het nu wat beter kan zien. De verschillende banaantjes hebben een glanslaagje gekregen. En nu ga ik blenden. En ik heb een kleine blending borstel gepakt en de Lemon Lolly inkt. En wat je gaat doen is je gaat met je blending brush over de inkt. En ik ga altijd eventjes een heel klein beetje over het gridpapier en ik ga eigenlijk over die emboste banaantjes heen. Hoe harder je drukt, hoe meer geel je zeg maar op het papier krijgt. En ik creëer op die manier een achtergrondje. Ik ga niet zeg maar de hele kaart volmaken met geel. Maar ik creëer eigenlijk een soort van vlek. Op die achtergrond en je ziet die banaantjes tevoorschijn komen. Want die inkt die plakt dus niet aan het emboste. En dan zie je dus dat je het banaantje te zien krijgt. En we krijgen op deze manier een lichtgele achtergrond. En wat je kan doen is dat je zeg maar een doekje pakt. Let erop dat dat schoon is. En dan kan je altijd nog eventjes gewoon heel lichtjes over hetgeen wat je net beïnkt hebt wrijven. Dan haal je nog de laatste beetjes inkt van die emboste banaantjes. En dan zie je dat ze hier tevoorschijn zijn gekomen. Zo. We doen de inkt eventjes weg. We doen het borsteltje eventjes aan de kant en we leggen deze mat eventjes te drogen. En ik ga ondertussen op mijn restjes wit cardstock een en ander stempelen. En ik heb gewoon wat verschillende restjes. En ik heb hier Memento inkt. Daar ga ik mee stempelen. Ik had één tekstje waar ik eventjes geen blokje voor had. En ik ga even kijken. Deze blaadjes ga ik twee keer stempelen. Met een hele leuke stempelset. Je kan ook zonder de aapjes te gebruiken. Rondom een tekst zeg maar verschillende blaadjes maken. We gaan één keer het banaantje stempelen wat al zeg maar afgepeld is. Eén keer stempelen. Dan gaan we dit blad, een soort bananenbladachtig iets, gaan we ook twee keer stempelen. Zo. En dan heb ik een soort van los takje met wat blaadjes. Die ga ik drie keer stempelen. Kijken waar ik nog plek heb. Zien. Zo. Dan pakken we het
andere blaadje erbij. En ik haal eventjes een van mijn stempeltjes van het blok. Dan pak ik mijn tekst. Die leuke tekst met I'm bananas about you. Ik ben helemaal gek op je. Zo. Die hebben we. En natuurlijk onze kleine monkey. Ik moet eventjes kijken of ik de juiste heb gepakt. Ja, om uiteindelijk uit te kunnen stansen. En ons kleine, of ponzen, ik zei stansen. Ons klein aapje stempelen we hier ook. Zo. Wat ik nu ga doen, is dat ik heerlijk ga kleuren met de stamping blends. En ik heb de kleuren Pecan Pie, Dark and Light gepakt. En de Ivory Marker, stamping blends marker, om het aapje mee te gaan kleuren. Dus die kleur ik met die twee kleuren. Dan heb ik Lemon Lolly stamping blends gepakt voor het kleine banaantje. Ik heb drie kleuren groen gepakt. Old Olive voor blaadjes. Lemon Lime Twist. En Granny Apple Green. Dus de drie soorten takjes ga ik ook in drie verschillende soorten groen inkleuren. Dit doe ik weer even versneld. Zodat ik daarna ook meteen even dit allemaal uit kan knippen. En het aapje uit kan ponzen. En ik ga de tekst ook uitknippen. En dan ben ik daarna weer zo snel mogelijk bij je terug. Hier zijn we weer en we hebben alles. We hebben hier nu onze achtergrondje wat we hadden gemaakt. Dat ga ik op de kaart plakken met multipurpose liquid glue. Of tenminste niet op de kaart, maar op de lemon lime twist mat. Zo. Huppakee. Dan gaan we een soort van bedje creëren met onze blaadjes. En wat ik doe op de grotere blaadjes, daar doe ik op de uiteinde een mini dimensional. En door dat te doen, kan ik het uiteinde net wat hoger laten komen. Ik kan dat natuurlijk alleen met mijn vingers doen. Maar als het dan in een envelopje heeft gezeten, dan valt het op een gegeven moment. Ja, gaat hij gewoon weer plat tegen de mat. Dus ik doe zeg maar op die uiteinde zo'n mini-dimensional. En op het andere gedeelte wat ik vastplak, daar doe ik dus multipurpose liquid glue. En dan ga ik een soort bladerdakje, bedje creëren waarop we dan ons aapje gaan wegzetten. Dus begin gewoon hier. Ik heb nog niet helemaal uitgedacht hoe of wat. Maar daar komen we samen wel uit. En dan wil ik het een beetje afwisselen door deze tak te gebruiken. Ik denk dat ik ze een beetje kruislinks doe. Niet helemaal als een kruis, maar een beetje die kant op. Oeh. En dan steeds dat uiteinde, dat is dus gewoon met lijm. En dan zie je, dan blijven dus die
andere zijde blijft dus wat omhoog vanwege die dimensionals. Ik hoop dat je dat goed kan zien. Dan ga ik eventjes alleen met wat lijm alvast wat puntjes zetten op die laatste drie takjes. En dat doe ik zodat wanneer ik die op ga plakken, die lijm niet allemaal uitvloeit. Maar wat ik eerst ga doen is mijn kleine monkey een plek geven. Daar pak ik gewone dimensionals voor. Ik doe er twee op zijn hoofd. En dan één op zijn lijfje. Ik doe dus geen allemaal losse dimensionals onder zijn staartje en zijn armpjes. En dan ga ik hem een plekje geven. Ik wil hem zeg maar waar de blaadjes elkaar overlappen. Daar wil ik zeg maar dat hij komt. Kijk, daar hebben we hem al. Deze kleine banaan ga ik een heel klein stukje dimensional knippen. Want ik wil eigenlijk dat hij hem vasthoudt. En een deel ervan komt dus op zijn handje. Dat doe ik met een heel klein beetje lijm. En het andere gedeelte, dat doe ik dus met een dimensional. Zo. En die plak ik dan zo neer, net alsof hij hem vast heeft. En dan heb ik dus nog die drie soort van losse takjes. En die ga ik zeg maar overal gewoon zo tussen schuiven. Om eigenlijk nog wat meer dimensie te creëren. En omdat ik die kleine puntjes lijm eigenlijk al eerder op heb gedaan, vloeit dat niet meer helemaal uit. En kan ik het vrij makkelijk plakken zonder dat het meteen weer gaat verschuiven. Heel klein beetje kan ik hem nog wel bewegen. En ik wil er hier nog eentje tussen. En wat ik ook wel eens doe, is dat ik zeg maar mijn Take Your Pick tool pak. Om het allemaal nog even op een juiste plek te krijgen. En dan kan ik die ook meteen gebruiken om inderdaad wat dimensie te creëren. En dan last but not least komt een tekstje. En dat tekstje dat ga ik ook met dimensionals, maar dat doe ik denk ik met de mini dimensionals, op het kaartje plakken. En dan maken we dit zo direct nog af met een aantal solid gems. Dus deze die doe ik eigenlijk bijna tegen het. Ik moet even mijn mat recht leggen. Zo, is die recht? Nu wel. Zo, dus dat is die. Dan heb ik, of ga ik dan, doe ik dat? Nee, ik pak deze. Dat vind ik wel leuk. Dat zijn die Pastel Adhesive Backed Sequins. En daar pak ik de gouden van. Oh, waar is mijn, dan gaat die open. Hallo. Oh, hier. Hallo. Zo, dan pak ik de gouden. En je hebt ze in grote en kleine. En ik vind het altijd wel leuk om toch net nog even een blingetje erop te doen. En bij dat geel-groene vind ik dit goud eigenlijk wel heel tof. Zo. Zo. En die laten we ook een beetje in twee of drie setjes van twee zetten we die neer. Dan pakken we nog één keer onze grote dimensionals om de mat op onze kaart te plakken. En
En dan ga ik even goed checken dat ik de opening van de basiskaart naar beneden heb. Dat ik niet mijn mat verkeerd om op mijn basiskaart te plak. Dat zou een beetje onhandig zijn. Even kijken hoor. Ja, zo. Dan maar even kijken hoe we die er zo recht mogelijk op weten te plakken. Voilà. En dat brengt ons aan het einde van deze video. Met die hele leuke Little Monkey Bundle. En de Emboss Resist techniek. Waarbij we dus al die leuke banaantjes tevoorschijn toveren. Op dit achtergrondje. Ik hoop dat je het een leuk kaartje vindt. En mocht je het een leuke video vinden, geef hem dan een thumbs up. Vergeet ook niet om door te klikken op de link in de description box naar de volgende video. Om nog meer inspiratie te krijgen met die Emboss Resist techniek. Heel erg bedankt voor het kijken. Heb je vragen, wil je bestellen? Stuur me dan een mailtje danielle@mrsbrightside.nl of kijk in mijn webshop. Link staat in de description box. En je kan natuurlijk ook altijd mijn blog bezoeken op www.mrsbrightside.nl. Dag, dag!